Ik denk dat het jazzfestival in Amersfoort heel goed niveau is. Dus dat is altijd een hoogtepunt. Ja, het is gewoon gezellig hier in Marit, gewoon superleuk. Even proeven. Hebben jullie nog die kamer leeg in actie? Ik kom even doorsnijden. Moet je even rustig doen, kunnen we filmen. Dan stuur je de kamerman op een plakje. Ja. Alsjeblieft. Zo, hoe smaakt die? Koud zeker, hè? Ik heb een prima leven. En ik heb alles wat een hartje begeert. Dus ik heb eigenlijk weinig te wensen. Wat wil je kwijt? Je mag alles zeggen wat je zou willen. Ik zou vliegen. Zou je hier willen vliegen? Waarheen? Naar alle werelden. Ja, en wat zou je dan willen zien? Ik wil konijnen zien die praten. Oh, vertel eens. Hoe ziet dat eruit, zo'n konijntje die kan praten? Het wit. Ik wil dat het wit is. En blauwe ogen. En dat de konijn kan praten. En wat zou u dan zeggen? Hoe vindt u dat de gemeente dat doet in Amersfoort? In de gemeente, voor de werkloosheid, voor jongeren, vooral voor de allochtonen. Ja, doen ze daar genoeg voor, denkt u? Nee. Te veel jongens om de omgeving zijn werkloos, maken ze hier in dat probleem. Ja, dat is een grote ellende bij ons in de wijk. Oh, het is koud, maar je kan je naar kleden. Dus, en wat doet u zoal op de markt? Wat ik zoal op de markt doe? Nou, ik hou ze hier een beetje bezig. Nee, ik verzorg de koffie en de thee en de soep en de broodjes. En hoe lang doet u dat al? 36 jaar. Ja, leuk is dat. Ja, dat. Ik kom van Zuid-Afrika. Zo, ik versta u. Ja, ik versta u. Als je langzaam praat, ja. Oké. En wat heeft Zuid-Afrika wat Amersfoort niet heeft? Op die klimluk is dit 30 graden Celsius. Veel zonskijn. Ja. Op het ogenblik lekker warm weer. En wat gaan jullie van het weekend doen? Klussen. Heb je een nieuw huis of een speciale reden? Ja, we hebben een nieuwe woning. In Amersfoort? Ja. Wat maakt Amersfoort zo bijzonder voor je? Heel rijke mensen. Ja, onbekende gezichten. Iedereen kent elkaar. Gezellig, altijd wat te doen. Dus de Amersfoorters zouden naar Zuid-Afrika moeten gaan? Ja, definitief naar Zuid-Afrika. Vele andere wilde dieren. En waar in Zuid-Afrika zouden ze naartoe moeten gaan? Kaapstad. En wat drinken de meeste mensen nou op zo met het koude weer? Chocolademelk. En slagroom? Nee, dat blijft vlakken aan de hemel, dat is niet lekker. Een keertje is lekker, maar dan moet je echt gaan zitten ergens. Maar dan moet je niet achter een kraampje staan.